Ja, Sprout is eigenlijk begonnen als een beetje tegengeluid tegen de bestaande ondernemersbladen. Dat was altijd heel erg negatief ingestoken. Dat was in de tijd dat ondernemerschap ook nog bijna een straf was, leek het wel. Pas op voor de fiscus en je wordt genaaid door wanbetalers. En het was één groot tranendal, het ondernemerschap. En wij kwamen wel mensen tegen die ondernemen ook nog eens heel leuk en uitdagend vonden. Ik dacht, ja, daar willen we een geluid voor neerzetten. En daar is Sprout uit geboren eigenlijk. Ja, bij Sprout werken is erg leuk omdat je continu in aanraking bent met een doelgroep die helemaal bevlogen is van zijn eigen idealen, van zijn eigen ideeën. En dat inspireert ons ook weer om weer mooiere bladen, mooiere sites te maken. Absoluut. Challenge Idee is een groot evenement voor ondernemers dat we organiseren. Nu voor de vierde keer en voor de tweede keer in de beurs van Berlage. Dus we verwachten op 9 november iets van 500 ondernemers. En het thema van dit jaar is, we hebben gedoopt de Failure Edition. Dus alles over mislukkingen, over fouten maken, wat er mis kan gaan in een onderneming, daar gaan we het over hebben. En aan de andere kant ook een beetje bedoeld om het taboe in Nederland te doorbreken om dat je niet failliet mag gaan. Dat je hier met de nek wordt aangekeken als je failliet gaat, terwijl in Amerika wordt er bijna geroepen van hey, fantastisch gedaan en ga nu vooral verder. Ik heb altijd gezegd, onze grootste failure is het kiezen van onze naam eigenlijk. Sprout impliceert eigenlijk dat je heel jong bent en er voor jonge ondernemers bent. Wij zijn voor iedere serieuze ondernemer willen wij dat zijn. En daar zijn we jarenlang al tegen aan het vechten dat wij gezien worden als het blad voor de jonkies.